Vaart, goeiedag en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Dit is het programma waarbij wij u informatie, inzichten en vooral updates brengen over de COVID-19 pandemie die de wereld in zijn greep heeft en daarmee ook Suriname in zijn greep heeft. We dealen al 2 weken of langer ermee en niet dat het minder wordt. Ik herhaal altijd de belangrijkste maatregelen die getroffen zijn door zeg maar, de overheid en regels waar wij aan moeten houden. Dat zijn onder andere het regelmatig wassen van de handen met zeep, het onderhouden van de onderlinge afstand als we in groepen zijn en natuurlijk de hele belangrijke als je niks op straat te zoeken hebt, Tana Oso, blijf thuis. In dit programma hebben we elke dag een gast en we bespreken dus deze COVID-crisis met de gast vanuit zijn of haar oogpunt en onze gast vandaag is Bastiaan de Boer. Bastiaan, welkom in ons programma. En Bastiaan staat beter bekend als Boerenswing. Hij is ook de man van Boerenswing Paramedische Praktijk. Hij doet fysiotherapie, hij geeft trainingen. Hij is verbonden aan onze nationale voetbalselectie en is vandaag dus ook hier met verschillende petten op. Bastiaan, 13 maart hebben we het eerste geval geregistreerd in Suriname. De eerste besmetting is toen geregistreerd. Mm-hmm. En vanaf toen zijn we dus beland in die rollercoaster tot vandaag. Heel veel gebeurt, nieuw voor iedereen in het land, ook voor jou denk ik. Hoe heb je die periode ervaren vanaf zeg maar vrijdag 13 maart tot en met de dag van vandaag? Ja, het voelde echt als een vrijdag de 13e. Het was geen mooi nieuws, maar we wisten dat het eraan kwam. We konden er niet omheen. We zagen de landen om ons heen hadden al positieve gevallen. We hebben de influx natuurlijk vanuit Europa. We weten, dit hou je niet tegen. Het gaat ook in ons land komen, alleen hoe hou je het beheersbaar? Als beroepsgroep hebben wij het niet makkelijk, omdat wij dicht op de mensen staan. Wij raken mensen aan. We zijn met de mensen heel intensief in fysiek contact. En dat betekent dat wij meteen ook een beroepsgroep zijn waar de maatregelen streng genomen moeten worden om te kijken hoe ga je daar zo optimaal mogelijk mee om, zodat ja, besmettingsmogelijkheden dat die tot een minimum beperkt worden. Even, beroepsgroep, daarmee bedoel je de fysiotherapeut en je bent fysiotherapeut. Ja. Er is een vereniging, een Surinaamse vereniging voor fysiotherapie. Ja. En ik neem aan dat jullie bij elkaar geweest zijn en protocollen ontwikkeld hebben. Wat zijn de belangrijkste zaken die voorkomen in jullie protocol richting de fysiotherapeuten? Het belangrijkste is dat wij meteen gezegd hebben, oké, we doen ook groepswerk. We zien doelgroepen die wij ook gezamenlijk zien. Denk aan ouderen, denk aan mensen met hart- en vaatziekten, de hartrevalidatie, longrevalidanten. Mensen die in speciale oefengroepen samenkomen. En we hebben gezegd, dat kan vanaf dit moment helaas voorlopig niet meer. Een ander is natuurlijk dat hygiëne is in de fysiotherapie altijd een ding, maar die regels zijn wat aangescherpt. Waar wij zelf heel intensief altijd al bezig zijn met handen wassen en dat soort dingen, is dat nu iets wat je patiënten ook oplegt. Dus wanneer iemand binnenkomt, is het meteen hup, handen wassen, hand sanitizers, breng je baddoek. De informatievoorziening vooraf, dus voordat iemand de poli binnenkomt, is het al van luister, we hebben een beroep waarin wij veel met mensen in contact zijn. Voel je misschien wat minder goed, hè? Wat verkouden of dat soort dingen. Blijf thuis. Hè? Dus we hebben instructies ook gegeven hoe met afspraken om te gaan. De communicatie met de patiënt voordat hij bij jou is geïntensiveerd. En er zijn richtlijnen aan de collega fysiotherapeuten binnen de beroepsvereniging gegeven van hoe daarmee om te gaan. Wat moet je minimaal uitvragen? Welke doelgroep wil je niet zien en wat kan je nog wel toelaten? Welke doelgroep wil je niet zien? Voornamelijk de mensen met een risicoprofiel, dus mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, mensen die na operaties komen, mensen met luchtwegproblematiek, mensen na een hartoperatie en dat soort dingen, die wil je voorlopig niet zien, want die zijn kwetsbaar. De hele oude populatie kijken we ook een beetje onder een vergrootglas naar. De wat fragiele ouderen, zeg maar, zijn wat kwetsbaarder. Daar moeten we zuinig op zijn. Dus als het enigszins kan, proberen we die ook niet naar de praktijk te laten komen. En als het echt moet, want soms heb je gewoon gevallen dat je denkt van ja, dat moet nu behandeld worden. Dan zijn daar ook wat extra voorzorgsmaatregelen om daar, zowel voor die patiënt, de instructies naar de persoon hoe ermee om te gaan, als naar ons van hoe pakken we dat zeg maar, wat intensiever qua hygiëne aan. Misschien met een overschort, misschien met een mondkap, misschien met handschoenen zelfs aan werken. Iets wat we eigenlijk niet gewend zijn te doen. Mm. Maar hoe reageren mensen waarvan jullie bijvoorbeeld zeggen, dit is ook cru natuurlijk, we zien jullie liever niet, maar
voorlopig liever niet komen. Hoe reageren die patiënten op die maatregelen? Ja, kijk, iedereen is een beetje teleurgesteld in het feit van dat wij als land dat ons overkomt. Maar iedereen snapt dat de maatregelen heel hard nodig zijn. Iedereen kijkt het wereldnieuws, iedereen ziet wat er gebeurt in de rest van de wereld. En zeker die kwetsbare doelgroep, die ziet ook dat zij juist hun leeftijdsgenoten, hun generatiegenoten elders in de wereld, dat die bij bosjes doodgaan. Ja. Hè? Of dermate slecht eruit komen dat er na die COVID-periode zelfs nog een intensief revalidatietraject moet komen. En dat is iets waar de communicatie, denk ik, door de media heel belangrijk in is geweest. Iedereen weet wat het is wel. En dat betekent ook dat mensen accepteren. Iedereen baalt, niemand vindt het leuk, deze situatie. Niemand heeft erom gevraagd. Maar wat een verzachtende omstandigheid is, is dat het is niet iets waar zij schuld aan zijn, waar wij schuld aan zijn. Het is iets wat de hele wereld op dit moment overkomt. Dus mensen accepteren het en begrijpen de maatregelen en... Ja, natuurlijk, iedereen roept, het moet niet te lang duren. Ja, natuurlijk willen we met z'n allen dat het morgen voorbij is, maar we weten ook dat dat niet realistisch is om te denken. En jullie werken heel dicht bij mensen. Ja. Jullie raken mensen aan. In principe zijn jullie ook een beetje een groep die een riskant beroep doet. Voel je dat ook zo aan? Vind je jezelf in een beetje een gevarenzone? Hygiëne is, wat ik zei, is bij ons altijd wel een belangrijk ding geweest, omdat wij natuurlijk veel aan mensen zitten. Dus in die zin verandert dat niet heel, heel erg, want dit is toevallig een virus wat wereldwijd extreem snel om zich heen grijpt. Maar er zijn natuurlijk een heleboel van besmettelijke vormen van een griepvirus wat heerst, zijn wij ook extra voorzichtig. Want wij zijn natuurlijk, omdat we de hele dag met mensen in contact zijn, zijn wij daar mogelijk ook extra kwetsbaar voor om het zelf te krijgen, maar ook om het weer door te geven. Dus wij zijn, omdat wij continu interactie hebben met mensen, zijn wij sowieso altijd beducht op van wie moet je het advies geven om thuis te blijven. Want dat is, je wil mensen die ziek zijn liefst niet over de drempel van je praktijk hebben. Niet alleen voor hun is dat niet zo goed, maar ook voor onszelf en ook de andere klanten. Dus dat is stap 1. Natuurlijk, door het nieuws wat je nu ziet, is iedereen wel een beetje extra gestrest. En ik heb veel contact ook, omdat ik voorzitter ben van de beroepsvereniging, met andere landen, met besturen van andere beroepsorganisaties. Hoe doe jij het? Hoe doe jij het? Waar lopen jullie tegenaan? We hebben natuurlijk automatisch veel contact met Holland, hetzelfde taalgebied, Curaçao. Maar eigenlijk omdat wij binnen de NACR, dat is de Noord-Amerikaanse en Caribische regio van de Wereldorganisatie voor Fysiotherapeuten, hebben we heel intensief contact. En daar zitten we ook in een appgroep en dan krijg je elkaars informatie ook. En je ziet dat iedereen een beetje gespannen is. En ons beroep ligt in die zin wel een beetje onder een vergrootglas. Ja. En ik heb collega's in Nederland die de deur van de praktijk dicht hebben moeten doen vanwege het risico, omdat het daar zo wijd verspreid is. En die zeggen ook, wij willen geen doorgeefluik zijn van dit virus. Gelukkig is het in Suriname nog heel beheersbaar op dit moment. We weten wie de besmette gevallen zijn. De mensen die in die cirkel waren zijn in quarantaine. Dus veel loslopende COVID-gevallen zul je in Suriname niet 1, 2, 3 tegenkomen op dit moment. We weten dat die situatie bijvoorbeeld in Amerika, als je in de regio New York bent of in de regio Amsterdam of in Brabant in Holland, dan weet je dat een heel ander verhaal is. En daar heeft de impact van deze epidemie heeft daar veel meer invloed op de beroepsgroep dan dat wij dat tot nu toe hebben in het Caribisch gebied. Dan terugkomend naar onszelf, naar jouzelf, heel dicht bij jou. Jij bent in Kommerwijnen met Boerenswing Paramedische Praktijk. Niet alleen maar fysiotherapie, maar ook training geven. Ja, Kommerwijnen en Noord. Ja, precies. Wat voor impact heeft zeg maar, deze COVID-crisis gehad op jouw praktijk? Wij zijn een fysiotherapie- en trainingspraktijk. En dat betekent dat wij alle trainingen, alle groepsessies meteen stopgezet hebben. Dat is natuurlijk ook het advies geweest vanuit de overheid, richting gyms, richting sportverenigingen. En wij zijn daar niet anders in. Dus dat is wij zijn een praktijk die daar ook een brood mee verdient, om het zo maar te zeggen. Dus het is, in die zin is dat meteen pats boom. Ja. Een belangrijk deel van je inkomsten vallen daar weg. Maar ook een belangrijk deel van je cultuur, van je zijn. Hè? Het is net alsof ik een kind tijdelijk afsta. Dus het voelt niet normaal. En ook de fysiotherapie praktijk van ons is qua
aanloop beduidend minder. En dat geldt eigenlijk voor alle praktijken in het land. We hebben minder aanloop op dit moment dan wij normaal hebben. En dat is logisch. We begrijpen ook dat mensen zeggen van voorlopig even geen afspraak. Of dat wij zelf het advies hebben gegeven. Voorlopig is het verstandig om even niet te komen, want je zit in een risicogroep. Dus ja, voor ons heeft het een hele grote invloed op onze dagelijkse praktijkvoering. Betekent niet dat ik ineens de hele dag niks te doen heb. Want je ziet dat er meteen andere dingen op je pad komen. Die je moet inventief worden. Ja, je moet inventief worden. We communiceren nu veel via de telefoon, via WhatsApp, via filmpjes, via social media probeer je toch met je doelgroep in contact te blijven. Dat is één. We krijgen heel veel vragen, dus mensen die komen natuurlijk ook om informatie bij je. Dus ja, je moet wat inventiever zijn en je ziet ook dat bijvoorbeeld het maken van filmpjes en zo, dat waar je normaal even denkt dat je dat in 5 minuten doet, een netto product van 5 minuten, ben je uren mee bezig om dat leuk gemonteerd te hebben. Ja. Nou goed, ik hoef jullie dat niet uit te leggen, maar we hebben een aantal studenten die bij ons ook stage lopen. Nou, een van moest terug naar Nederland, twee van zijn nog bij ons in de praktijk. Maar die hebben een heel andere stage op dit moment dan dat ze eigenlijk anders gehad zouden hebben. Mm-hmm. Aan de andere kant is dit is ergens ook een unieke situatie, want we kijken natuurlijk naar zo'n soort ramp. Aan de andere kant, ja, hoe deal je in zo'n situatie? Het is als les. Jij kan als student zeggen van, nou, ik heb vroeger, weet je nog, toen die COVID-situatie er was in begin 2020, toen liep ik stage in de visie. Wauw, dat was een tijd, want we hadden weinig patiënten, maar we probeerden dat op hele andere manieren, met videovoorbeeldjes en dat soort dingen te doen. Dus je wordt ook geprikkeld op een andere manier. En wij moeten dat natuurlijk ook richting de studenten coachen. Dus het is ook wel weer een heel andere job. Ook wel weer leuk ergens. Het vraagt heel veel creativiteit. Daar komen we zo op terug, want daar gaan we het programma mee afsluiten over die oefeningetjes. Maar jij hebt ook nog een andere pet op. Jij bent verbonden aan onze nationale voetbalselectie als fysiotherapeut. En we moeten het toegeven, de laatste 1,5 tot 2 jaar is het niet meer de nationale selectie geworden. Het is een nationale beweging geworden. Heel Suriname is erbij betrokken. En eigenlijk komt deze crisis op een ongunstig moment, op een moment dat Suriname echt in de lift was. Jij bent een beetje verantwoordelijk voor het fysiek welzijn van die jongens. Doen die jongens nu iets of mogen ze lekker luieren? Wat zijn de instructies vanuit? Ik heb gesproken met Dean Goree in mijn sportprogramma. Hij heeft me wel het een en ander gezegd, wat instructies gegeven. Maar vanuit jouw discipline binnen de nationale selectie, wat zijn jouw richtlijnen naar de jongens toe? Ja, ik heb richting de technische staf een voorstel gedaan om dagelijks met de spelers in contact te zijn. Er is een appgroep van alle spelers en ik zit nu ook in de appgroep van de spelers, waar we normaal dat apart hadden, technische staf apart en spelers apart. En ik stuur dagelijks opdrachten naar die spelers. En dat kan een opdracht zijn met oefeningen, maar het kan ook een opdracht zijn op het gebied van bijvoorbeeld, ik heb ze allemaal een app laten downloaden waarbij je afstand van het lopen en je snelheid en dat soort dingen kan registreren. Die hebben ze allemaal moeten downloaden op hun telefoon, zodat we letterlijk kunnen zien dat ze met bewijsmateriaal kunnen komen van kijk, dit is wat ik vandaag heb gedaan. We proberen elke dag wat anders te doen. Dingen waar we normaal misschien minder aandacht aan besteden. Maar wat wij als fysiotherapeuten heel veel zien is problemen bijvoorbeeld met mobiliteit. Dat spelers stijf zijn en als gevolg daarvan makkelijker blessures krijgen. En nu hebben we ineens eigenlijk meer tijd. Dus we besteden wat meer in de week ook aandacht aan mobiliteitsoefeningen, aan stretching en dat soort dingen. Krachtoefeningen zitten erin, conditieoefeningen erin, elke dag challenges. Ik laat ze een beetje competen. Dus oefeningen met een, bijvoorbeeld dat ze in een bepaalde timecap bepaalde dingen moeten doen. Nou, kijk maar wie het meeste haalt of wie het snelste klaar is met deze oefening, nou, et cetera. En ze moeten het filmen, ze moeten het vastleggen en die filmpjes sturen ze dan naar de groep. Houden ze zich daaraan? We hebben spelers die heel enthousiast zijn. Die echt, Dimitri Apai is een mooi voorbeeld. Het is natuurlijk een hele gedisciplineerde jongen. Ik heb intensief ook revalidatie met hem gedaan na zijn knieoperatie. En Dimitri is echt een voorbeeld van zo zou je dat alle spelers zou zijn. Dimitri die appt me of die belt me vanuit Trinidad en die zegt Bas, wat doen we vandaag? Want ik heb nog geen opdracht gehad vandaag. Weet je, hij zit mij achter mijn broek aan van hey, ja. What about? Want okay. Kijk, die jongen zit daar alleen. Veel medespelers uit zijn team zijn, want dat zijn veel buitenlanders, zijn vertrokken. Hij kon nog niet naar Suriname komen, dus hij heeft letterlijk al op de airport gestaan en is teruggestuurd geweest. Dus hij zit er alleen in het verblijf waar hij normaal met een heel team is. Dus ja, dit zijn ook voor hem de dingen die zijn dagindeling een beetje vormgeven. En
Hij communiceert natuurlijk via de app veel met de andere jongens. Maar hij is heel gretig om elke dag de opdrachten te krijgen. Hey, je hebt jongens die je echt een beetje moet stimuleren en moet pushen. En dat ik Dean af en toe ook een videootje laat inspreken en zeggen om ze even te poweren. Want ik zeg, jongens, wie wil er naar de Gold Cup? Je weet, de concurrentie van buiten staat ook klaar. Je plek is niet zeker. Dus je moet juist in deze periode laten zien dat je niet gaat slapbakken. Want als je nu gaat slapbakken, dan ben je uit die selectie. Dus ja, er zit een belangrijke motivator. En dat is straks WK-kwalificatie, ja. Natuurlijk volgend jaar de Gold Cup. En als je erbij wil zijn, dan moet je nu laten zien dat je gedisciplineerd bent en hard werkt ervoor. Oké, terug naar jouw beroep. Zeg maar, een van de zaken die zich wel afspeelt, is dat mensen die geen actieve sporters zijn, maar gewoon als keep fit met elkaar in de middag samen dingen deden, dat is komen weg te vallen. Klopt. En veel mensen hebben de zelfdiscipline niet om het thuis alleen te doen. In eerste instantie, voordat we gaan naar de oefeningen, hoe belangrijk is het dat iemand toch die zelfdiscipline opbrengt om thuis te bewegen? Ja, belangrijk natuurlijk. Wat je al hoort van mensen is natuurlijk ook, ze zijn bang als dit maanden duurt dat ze kilo's zwaarder worden of dat ze stijver worden en dat klachten die weg waren, dat die weer terugkomen. En dus ja, dus, voor ieders profiel is er een andere reden waarom bewegen belangrijk is. Maar we weten dat bewegen voor iedereen belangrijk is. Ook om te ontstressen. He, dus een heleboel mensen zitten nu de hele dag naar die tv te kijken van, oh, hoeveel gevallen hebben we vandaag. En te eten. En te eten, inderdaad. En ze zien natuurlijk van Amerika en van Nederland en van Italië en van Spanje en Frankrijk wat voor drama's daar plaatsvinden. Dus mensen hebben stress en die stress eten ze inderdaad weg, maar ze oefenen het niet weg. Mm-hmm. En daarom is bewegen extra belangrijk. He, dus niet alleen omdat het altijd al belangrijk is, maar het is nu extra belangrijk. En je ziet dat mensen er minder uitgaan, mensen lopen minder op straat. En ja, je moet kijken, wat kan ik in mijn thuisomgeving doen om mezelf een beetje te challengen, om mezelf een beetje bezig te houden. Dat is voor hier goed, dat is voor die fysiek goed. Dus er zijn meerdere redenen waarom dat belangrijk is. Of je nou jong bent of oud bent of sporter bent of niet sporter bent. Beweging is een medicijn, ook in deze tijd. En zeker ook preventief richting het risico tot het krijgen van bijvoorbeeld dat COVID-19-virus. Zie je hoe beter je weerstand is, hoe beter je belastbaarheid is, hoe kleiner de kans is dat je het krijgt of dat je er ziek van wordt. Mm-hmm. Dus krijgen is één, dat virus, daar loop je tegenaan of niet. Maar het moment dat jouw weerstand heel erg goed is, dan zie je dat je daar milde of helemaal geen ziekteverschijnsel van krijgt. En als jouw weerstand heel zwak is, als jij bijvoorbeeld diabetes bent, hoge bloeddruk hebt, hoog cholesterol hebt, slechte conditie hebt, en dat virus komt dan binnen, ja, dan is de kans dat je op die IC belandt vele malen groter dan wanneer je heel gezond eet, hartstikke fit bent, geen risicofactoren kent. En dan zie je dat je eigenlijk met onder andere bewegen, het is natuurlijk niet het enige, hele gezonde voeding is minstens zo belangrijk, maar met beweging kan je dus ook ervoor zorgen dat mocht dat virus op jouw deur kloppen, dat je er eigenlijk de kans dat je daarmee in het ziekenhuis belandt bijvoorbeeld, mm-hmm. dat die kans een stuk kleiner is. En jij en ik weten dat zelfdiscipline heel belangrijk is om dingen alleen te doen en veel mensen hebben die zelfdiscipline niet, ze hebben een externe push nodig. Ja. Is er vanuit de vereniging van jullie bijvoorbeeld een voorstel gaan richting volksgezondheid om te proberen om op een of andere manier via beeld, via video, mensen aan het bewegen te krijgen thuis? Ja, wat we merken is dat de verschillende eerste lijns praktijken die ook bewegen op hun menu hebben, zeg maar, dat die dat vaak ook met hun klanten doen middels social media, filmpjes en zo. We hebben jaren terug Shanan Luzeskin als beweegprogramma op televisie gehad. We zijn nu, heeft Volksgezondheid weer contact met mij opgenomen om dat programma weer, in ieder geval via social media en wellicht ook via de mainstream media, weer in de huiskamer te krijgen. Wij plaatsen nu zelfs dagelijks of om de dag, het hangt er een beetje vanaf van wat we nog meer allemaal op die social media zetten van onze praktijk. Ja, onze Facebookpagina peilt nu uit met allerlei filmpjes. Maar de Luzeskin afleveringen zijn wij nu ook aan het uploaden naar YouTube en die plaatsen we ook op die Facebookpagina, zodat mensen voorbeelden hebben op hun niveau. Een speler van de nationale selectie geef ik andere opdrachten. Klopt. Dan een 70-jarige die een nette nieuwe knie heeft en juist weer in beweging moet komen, om er even een vergelijk te maken. Dus
Ja, de doelgroepen zijn verschillend en Volksgezondheid heeft nu net een hele stapel dvd's van ons gehad om die allemaal via hun kanalen weer uit te zetten. En ik ben heel benieuwd, dat moet, de komende week moet dat gaan gebeuren, dus okay. Ik ben benieuwd. Ik vind dat prima, we gaan dit programma afsluiten, maar je bent de sporter nu, dat hebben we gevraagd. We gaan uit van zeg maar de gulden middenweg. Een 40er, een tussen 40 en 50er die niet actief sport en die thuis zit en toch wel wat beweging wil doen. Jij gaat 3, 4, 5 oefeningetjes geven. We pakken zodat, even de stoel erbij. Even die stoel pakken. Hele eenvoudige oefeningen die iedereen kan doen. En Bastiaan gaat ons even wijzen wat we onder andere kunnen doen. Als je ook even vertelt waarvoor die oefening dient. Ja. Ik ga een drietal oefeningetjes even als eerste de revue laten passeren. We gaan iets voor de benen doen. Spierkracht van de benen is heel belangrijk. We gaan iets voor het bovenlichaam doen. En we gaan iets doen eigenlijk voor de core. En belangrijk is natuurlijk ook dat voordat je begint dat je iets doet aan opwarming. Dus gewoon een beetje joggen op de plaats kan voldoende zijn. Een beetje dansen, zetten lekkere muziek op en swingen een beetje los, zodat het lichaam een beetje voorbereid is voordat je krachtoefeningetjes gaat doen. Okay. Dus neem daar een minuutje of 3, 4 voor. Die warming is wel belangrijk. Ja, gewoon even kort opwarmen, een beetje swingen. Het zijn geen zware oefeningen, maar het is goed dat er een beetje doorstroom is. Okay. Dus hoe je dat doet, maakt eigenlijk niet uit. Zolang je hartslag maar omhoog gaat, zolang je maar een beetje gaat hijgen, dan weet je dat je goed bezig bent. Daar hebben we nu de tijd niet voor. Ik ga zo beginnen met een oefening voor de beenspieren. Zit ik hier goed? Zit? Okay. Heel mooi. We gaan een hele simpele squat oefening doen. Je gaat in een stoel zitten. Je gaat een beetje voor in de stoel zitten. Handen bij elkaar. Je gaat staan en je gaat weer terug naar beneden. En wanneer je die stoel voelt, ga je weer omhoog. Dus ik zak, hap. En ik kom weer op omhoog. Ik ga niet zitten, dus ik ga niet mijn hele gewicht in die stoel zitten. Zodra ik die stoel voel, hop, ga ik weer omhoog. Ik ga langzaam omlaag, touch en weer omhoog. Nou, simpele oefening. Iedereen heeft een stoel thuis. No excuses. Is dit te zwaar? Krijg je last van je knieën? Zet er een kussentje dat je wat eerder zeg maar, die touch hebt. Ja, dus hop en weer terug. Hop en weer terug. Easy. Okay. Hebben we de benen al lekker geprikkeld. Doe dat een keer of 20. Schud even los. En dan kan je zeggen van we doen deze oefeningen, die drie oefeningen, bijvoorbeeld 3 rondjes. Okay. En dan hebben we een lekkere prikkel gehad. We gaan naar het bovenlichaam. We kunnen een chair push-up doen. Het lichaam in een plank. Je gaat met de borst naar de stoel. Oh, de stoel schuift een beetje. Zorg dat die stevig staat. Anders gebeuren er ongelukken. Dus een push-up beweging. Dan pak je natuurlijk al een stukje core, maar met name ook de schouder mee. 20 is misschien voor sommige mensen een beetje veel. Kijk hoeveel je kan. Wanneer het lekker gaat branden of wanneer je merkt van dit is even genoeg, dan stop je, dan schud je weer even los. En nog een hele leuke, ik zal de stoel nou, voor een kwartslagje draaien, is zitten dat je geen rugleuning achter je hebt. Je leunt een beetje achterover en je maakt je rug. De stoel omdraaien voor de kijkers thuis. Een holle rug. Je tilt de voeten op. Nu spannen mijn beenspieren al aan. Ik zet mijn armen over elkaar en dan ga ik een beetje fietsen. Nou, dit is pittig voor de buik, pittig voor de bovenbeenspieren. Nou, 20 trapjes, kan ook nog achterwaarts. Of je houdt het stil, over elkaar. Ik kan zeggen, van, er zit, en mijn partner zit tegenover me, ook in de stoel zo. We pakken een balletje en we gooien een balletje over. Dit is een perfecte buikspieroefening. Is niet heel zwaar, iets wat je makkelijk kan doen. Is dit makkelijk, duurt een minuut. Of 2 of 3, je bouwt dat op. Maar het is een lekkere prikkel. En dan kan je zo 3 rondjes doen van verschillende oefeningen. En dan ben je lekker bezig geweest. Ja. Nou, super simpel. Ik zou zeggen, kijk ook naar de verschillende dingen die we op social media hebben. En ideeën genoeg. Doe wat bij je past. Doe wat veilig voelt. Dat is belangrijk. En belangrijk is dat je elke dag iets doet. Elke dag een prikkel betekent dat je lijf bezighoudt en dat je hoofd lekker ontspant. Bastiaan, hartelijk bedankt. Ik denk dat die mensen hier heel veel aan hebben. Het is heel eenvoudig. Iedereen kan het doen. En inderdaad, je haalde een partner aan, maar dat kan ook met kinderen, met broers, met zussen. Anyone. Doe het.
Bedankt tegen, in elk geval. Tegen de muur. Juist. Zijn die push-ups te zwaar op de stoel? Hè, dit is tegen een wand, ik zal het decor niet omduwen, maar hè, tegen hoe de muur. Hoger, hoe lichter dan, is. Hoe hoger, hoe lichter, hoe lager, hoe zwaarder. Okay. Is die stoel te licht voor je, dan ga je gewoon de klassieke push-up doen. En de variaties alom. In de video's die wij zelf uploaden, zie je ook hoe maak ik het makkelijker, hoe makkelijk maak ik het moeilijker. Maar goed, ik denk dat mensen als ze eenmaal beginnen, dat ze zelf zullen merken, kan ik het zwaarder, kan ik het lichter. Precies. Goed. Bastiaan, bedankt. Veel succes verder met jouw praktijken en met jouw andere bezigheden. En laten we hopen dat we deze pandemie gauw overkomen. Dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Bastiaan de Boer, meer bekend als Boerenzwing van de paramedische praktijk Boerenzwing. Hebben we vandaag op bezoek gehad en heeft inderdaad wat hele handige tips gegeven voor mensen die thuis zitten en denken van wat moet ik doen? Nou, dit moet je doen. En we sluiten weer af met de instructies. Was de handen regelmatig. Houd de hygiënemaatregelen in acht. Social distancing is heel belangrijk. Waar je ook gaat, probeer niet al te dicht bij mensen te komen. En dan nog het allerbelangrijkste. If you're Nexus Castrati, dames en heren, blijf thuis. Niet alleen maar voor jouw veiligheid, maar gewoon voor de veiligheid van de gemeenschap van Suriname. Bedankt voor uw aandacht. Het weekend zit ertussen. Be safe in het weekend en we zien u terug de komende maandag. Goeiedag.